Ik heb hier dus een dubbel broodje. En ik heb hier boter. Nou, pak ik hier boter. En dan ga ik smeren. Nou, dit is voor Speedy heel lang geleden dat je hier hebt gezeten. Goedemiddag, mijn naam is Karin Stamman van de Werf. Mijn man die zit in de auto, dat is Roderick Stamman van de Werf. Het is vandaag zondag 14 juni 2020. Het is nu 14:45, dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Jee, en we gaan Roderick uitzwaaien. Kijk, scheelt weer. En daar zit Roderick in de auto. Dag schat, werk ze. Doei, toet toet. Toet toet. Doet hij niet, dag. Hij gaat weer naar zijn werk, jongens. Ja, maar dames, heren. Ja, hij gaat weer lekker naar zijn werk. Yep. Ja, en als jullie wel weer denken van, hé, waar is ze mee bezig? Nou, ik ben even bonnetjes aan het uitschifteren. Ja, is leuk. Alles wat in deze bak zit, en alles wat dus niet meer nodig is, gaat daarin. Ja! Yeah. Joepie. Ja, een hele goede middag, dat was het weer. Ja, Roderick is al lang en breed. Pleit die jongens, lekker aan het werk. Ja, en ik ben nou bezig in de keuken. Want ja, jullie zien dat ik in de keuken sta. Ja, dus ik ben gewoon bezig in de keuken. Maar met wat? Dat willen jullie wel denk ik weten. Nou, voor de hondjes ben ik bezig. Dat laat ik dus nu aan jullie zien. Mevrouw 1 staat daar. Zit hier, bedoel ik. Mevrouw 2 zit hier ook. Mevrouw 3 staat daar. Nou, wat ben ik aan het doen? Broodjes aan het smeren. Ja. Ik heb hier dus een dubbel broodje. En ik heb hier boter. Nou, pak ik hier boter. En dan ga ik smeren. Alleen nou wil het niet helemaal, omdat ik dus een telefoon vast heb. Maar dat begrijpen jullie wel. Hoop ik. Zo. Doe ik het even zo, want dan blijft het wel. Best slim. Zo, dan leg ik dat broodje daar neer. Dan doe ik even mijn knie er tegenaan, want dan kan ik hem gewoon met boter pakken. Kijk, erg handig. Doe ik weer mijn knie daar en dan kan ik smeren. Hé. Hey. Ja. Dat is handig als je maar één hand hebt of zo. Ja. Yep. Want anders eten ze het lekker niet. Nee. En dan doe ik het deze hierop. En dan moet deze mensen ook nog besmeerd worden aan die kant. Ja, verklaar mij maar voor gek. Maar de honden die zijn gek. Zo. Zo, mevrouw 1. Ik heb wat lekkers voor u. Ja, mevrouw 2. Ik heb ook lekkers voor jou. Ja, en mevrouw 3. Kijk eens, kom eens hier. Alsjeblieft. Nou, mevrouw 1, dus zoals lady, die gaat het altijd eerst helemaal aflikken, de boter. En dan gaat ze die dus pakken, gaat ze eten. En dan ga ik even naar mevrouw 2, die doet het weer heel anders. Die gaat aan de binnenkant helemaal likken. Lieve schat, als je nou slim bent. Kijk, hier heb je ook boter, hè? Kijk, dat vinden ze helemaal lekker. Gaan ze eerst de boter ervan aflikken. Slim. Slimme Rikkie Selka. Ja. En ik heb mijn moeder aan de telefoon. Ook handig. En dan mevrouw 3. En dan mevrouw 3. Is hier ook weer lekker bezig. Lekker hè, dame? En dan hebben we nog de jongens. Nou, die ga ik morgenavond lekker verschonen. En dan is het ook een week geleden.
Nou, je hoeft niet zo te schrikken hoor. Nee. Ja. En binnenkort, volgende week of dan die week, dan staat hier iets heel anders qua kooi. Maar wat vertel ik nog niet? Nee. Nee. Dat is leuk hè, voor de jongens. Ja. Ja, mauw. Ja, wel. Ja, echt wel. Nou, en die vinden het allemaal lekker. Ik vind het ook best. Jullie ook, denk ik zo. En ik ga nu even een broodje eten. Ja, nu pas. Het is nu bijna weer 4 uur, jongens. Ja, het gaat lekker zo. Heerlijk. Nou ja, maakt niet uit. Ja, nou, ik heb het koud. Ik heb koppijn. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik heb nu net 1 vlog. En dat moet er nog 3. Half 6. En ik ben ook tussendoor vlogs aan het kijken. Ik heb net Enzo gekeken. Ik ga zo eventjes politievlogger Jan Willem bekijken. Utrecht Zuid. En dan vind ik het in principe gedaan. Ja, gehad. Dan vind ik het eigenlijk wel best. En dan heb ik hier nog een vlog op. Morgen moeten we erom 9 uur in Rotterdam wezen. En ik heb aardig wat opgeruimd, maar ik heb echt geen zin. Maar ja, maakt helemaal niet uit. Komt allemaal wel goed. Ja, ik ga nog even vlog editen. Probeer gewoon alles doorheen te knallen. Eten. En om 11:30 is er ook wel weer vrij. Dus, en ik ga ook nou niet lopen naar Leiden. Ook echt niet. Ik heb er gewoon geen zin in. Dieven van harnas heb ik er geen zin in. Nee. Vraag niet hoe dat komt, maar ik heb er ook geen zin in. Nee. En als je mijn vlogs, weet ik veel, wat niet leuk vindt. Ja, en dat je mij dan iets uit wil leggen in het Engels. Dus leuk is prima. Maar als je mijn vlogs niet leuk vindt en je vindt het te lang. Ja. Yeah. That's me. Ik maak gewoon mijn vlogs hoe ik het leuk vind. Ja. Yeah. Toch? En als je het niet leuk vindt, ja, dan ga je weg. En vind je het wel leuk, dan blijf je en bij de familie. Prima. Er zijn nog veel meer YouTubers en die het lang maakt. Zoals Enzo, bijna 1 uur. Nou ja, dan maak ik het 1.5 uur. Ja, er zijn nog andere YouTubers die uren online zijn, et cetera. En die gewoon een hele lange vlog maken. Live. Of zo. Nou ja. Is dat? Ja, dat hoort er ook bij, jongens. Gewoon moe, dat je gewoon je niet lekker voelt. Of van dan ook gewoon blah, van een blah dag. Blah. Moet kunnen, toch? Ja. En er wil iemand bij mij. Nou, kom dan even. Hé, hey, kerel. Ja, je oogje. Kom eens hier. Blah. Nou, kom maar. 1, 2, kom dan. Ja, kerel. We gaan niet blaffen. Lieve schat, ik heb een camera in mijn hand. Ja, je bent wel lief. Ja. Kom eens hier dan. Kom eens hier liggen dan. Kom eens hier. Kom eens hier dan. Lieve schat, kom hier liggen. Hartstikke idee. Ja. Ga je daar lekker liggen? Hm? Ga je lekker liggen hier? Ja. Dan ga ik zo even lekker vlog editen. Ja? Ja. Ja, en toen zag ik dus dat het al 5:30 was geweest. Dus ik heb hier eten voor mijn neus. Ik heb Jan Willem voor mijn neus. En ik heb de vlog en het programma voor mijn neus. Dus morgen gaat lekker bezig. Nou, en ik zal jullie even laten zien wat ik ga eten. Nou, wat heb ik hier op mijn bord? Bum. Lukt het? Ik heb hier zoete aardappel. Ik heb hier friet aardappel.
En heb ik hier bloemkool en broccoli erdoorheen. Lekker gestampt. Met een beetje jus. Ja. Eet smakelijk. Nou, dit is voor Speedy heel lang geleden dat je hier hebt gezeten. Dat jij nog heel klein was, heb jij hier gezeten. Nee. Ja. Toen was jij nog heel klein. Vond je dit al leuk, hier te zitten? Ja. Nee. Nee, we blijven lekker daar. Ik vind het weer veel te leuk dat je hier zit. Ja. Dat vind ik even leuk om dit ook even te laten zien hoe hij hier lekker kan liggen en zitten. Zo lief. En hij kan ook hun lekker in de gaten houden. Hé? Ja, hè? Vind je leuk, hè? Ja. Speedy. Een hele goede avond, nacht eigenlijk allemaal. Ja, het is nu alweer bijna 1:20 midden in de nacht. We gaan zo meteen lekker naar bed. Maar Roderick is er ook weer gelukkig. Hey, hoe was het op je werk? Alles goed gegaan? Ja, alles netjes verlopen. Geen problemen gehad. Helemaal goed dus. Okay. Ja, nou, wij moeten er weer heel vroeg uit. Ja, want wij moeten om 9:00 straks in Rotterdam wezen. Dus ik ga deze vlog lekker afsluiten, jongens. Vind je deze vlog een leuk? Ik zou zeggen, abonneer dan even hieronder. Doe dan gelijk het belletje aan, want dan blijf jij zeker op de hoogte. En dan hoor je ook gewoon en bij de familie als je abonneert. En doe dan eventjes hier ergens het blauwe duimpje omhoog. Want dat vinden we gewoon leuk. Want als je dat doet, dan vinden andere mensen ons ook weer helemaal best. En dan gaat ons kanaal ook weer steeds groeien. En laat dan even helemaal beneden een leuke reactie achter. Want dat zouden we gewoon tof vinden. Dank jullie wel, jongens. En tot morgen bij een gloednieuwe aflevering, vlog van deze YouTube-kanaal. Doei! Doei.